Dag, beste Leerbe. Het is fijn om jullie hier te mogen ontmoeten. En fantastisch dat jullie met dit project aan de slag gaan. Ik ben Lies Pijkje. Ik werk voor de AB Hogeschool. Ik ben daar lerarenopleider voor lagere school. Daarnaast ben ik ook schoolcoach en ben ik een fervente aanhanger van filosoferen met kinderen en leerlingen coachen. Zo, ik wil jullie meenemen in het verhaal van leerlingen coachen. Ik zou heel graag hebben dat jullie op het einde van deze webinar weten wat coachen is. Daar het nut en het belang van inzien. Dat je weet wanneer dat je dit kan inzetten en wat je het beste doet om een goede coach te zijn. De basishouding en de basisattitudes van een coach, dat jullie dat in kaart hebben kunnen brengen. Zo, wat is coachen? Coachen is eigenlijk, komt van vroeger. Hè. Dat is een coach was eigenlijk een aanhangwagentje van een paard. Het van A naar B brengen, dat was het coachen. Hè. Dus jullie gingen van A naar B met het paard en jij zat in de coach. Voilà, dus eigenlijk heel duidelijk. Coachen is iemand van A naar B brengen. We zullen het iets verfijnen, hè? Iemand eigenlijk naar een beter traject, iemand die al op een A staat, naar een B brengen. Om leerlingen zo te begeleiden dat die ergens naartoe gaan en dat het ergens naartoe leidt. Heel belangrijk daarbij te weten is dat jij als coach de facilitator bent van een denkproces, maar dat de leerling zelf eigenaar blijft van wat die in handen gaat nemen. Als coach moet jij niet de oplossingen in je hoofd hebben, liefst eigenlijk niet. Je bent niet de raadgever, maar je bent wel diegene die het denken gaat uitlokken. Je gaat iemands gedachten structureren door vragen te stellen. Heel dikwijls heb je dan op het einde van een coachgesprek, ha, daar had ik nog niet aan gedacht. Het zit zo nu in mijn hoofd. Een beetje op een rijtje zitten. Van de gedachten van iemand door de juiste vragen te stellen. Aangezien ik ook een fervente aanhanger ben van filosoferen, wil ik het ook een beetje vergelijken met Socrates. Socrates was een filosoof en die liet de mensen eigenlijk heel autonoom denken. Hij liet de mensen een beetje bevallen van hun gedachten door de juiste vragen te stellen. Wat is coachen voor mij ook een beetje? Door de juiste vragen te stellen, leer je de leerling eigenlijk na te denken over mogelijkheden, over hun problemen aan te pakken, om problemen op te lossen. Om dus naar B te komen, om dus verder te komen, om een betere versie van zichzelf te worden. Waarom zouden we dat doen? Ja, tussen de lijnen door heb je het misschien al kunnen horen. Om de leerlingen vooral hun eigen leerproces in handen te nemen. Ons huidig onderwijs is er niet altijd op toegespitst dat leerlingen zelf kunnen kiezen om van A naar B te gaan. Terwijl eigenlijk uit onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen juist daarin ligt. Hè. Niet voor die punten werken, maar wel om ergens te geraken, ergens aan dat punt te geraken, zodat je beter wordt. Om dat eigen leerproces toch in handen te kunnen nemen. Daarbij is het belangrijk dat leerlingen zich kunnen inschalen en dat leer je ook door coaching. Waar sta je nu? Daar komen we nog een beetje verder in de slides op terug. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En hoe heb ik het gedaan? Om uiteraard is die leerwinst te boeken, om dat ook een beetje visueel te krijgen, om dat in die gedachten te zetten, om de juiste leerstrategieën te ontwikkelen bij je leerlingen over hoe leer ik nu? Leer ik door door te luisteren naar de leraar? Maar er zijn nog andere manieren en door coaching kan je eigenlijk te weten te komen hoe jouw leerling het beste leert. Hoe
hoe gaan we coachen? We kunnen individueel coachen. Heel wat scholen die ik coach, hebben een coachingsmoment wekelijks ingelast. Individueel, om verschillende dingen te bekomen bij die leerlingen, om hun welbevinden te bevorderen, om te gaan kijken hoe lig ik in de groep, hoe kan ik sociale interacties verbeteren. Daarnaast kan het ook zijn om het bijsturen van executieve functies, maar daar heb je jullie in een ander filmpje al een hele degelijke uitleg over gehoord. Maar om een voorbeeld te geven van, je krijgt een planning op voor een week, om eens te gaan kijken op het einde van die week, heb ik die planning behaald? Waar waren de moeilijkheden? Hoe komt het bijvoorbeeld dat ik het niet gehaald heb? Om dus executieve functies een beetje bij te sturen. Maar daarnaast ook hoe. Hè? Welke leerstrategieën heb ik gehanteerd? Hoe ga ik het volgende keer aanpakken om toch op punt B terecht te komen? Hoe ga ik verder aan de slag om beter te worden? Je kan ook aan groepscoachings doen, coaching doen in kleinere groepen om elkaar feedback te geven. Bijvoorbeeld door heel gericht naar elkaar te gaan kijken. Ook door bijvoorbeeld kijkwijzers te ontwikkelen. Om heel gericht te gaan kijken van wat heb ik gezien bij mijn klasgenoot en hoe kan ik feedback geven zodat die beter wordt. Zodat die het proces in handen kan nemen. Wij bekijken feedback heel dikwijls als een negatief. Hè. We zeggen het ook dikwijls, we gaan iemand negatieve feedback geven of positieve feedback geven. Dat is iemand dan een compliment geven of iemand bekrachtigen. Ik bekijk het liever zonder die polen of die oordelen rond feedback. Volgens mij gaat het enkel alleen maar om een cadeautje dat je krijgt van iemand. Iemand die constructief op de bal kan spelen, op het gedrag kan inspelen. Dat maakt dat je jezelf kan bijsturen. Als je het bekijkt als een cadeau, dan kan je dit ook inzetten voor jezelf. Op die manier leren eigenlijk ook leerlingen binnen dat groepje om te reflecteren. Te reflecteren over zichzelf, maar ook te reflecteren over iemand anders. Langs de andere kant hebben we ook algemene coaching die je kan inzetten. Een coachende houding. Dat is vooral om de onderzoekshouding van je leerlingen te activeren. Dat kan je klassikaal doen, maar dat kan je ook individueel doen en in groep doen. Dus eigenlijk een algemeen overzicht over wat wil je bereiken met coaching? Dat is door leerlingen autonoom te leren denken. Dus door bepaalde gesprekstechnieken te hanteren. Heel dikwijls als we de vraag krijgen van leerlingen uit de klas van juf, ik begrijp dat niet, hebben wij de neiging om het nog eens uit te leggen. Kom maar eens bij mij en ik zal het nog eens opnieuw uitleggen. Dat noemen we de Pavlov-methodiek. Bij coaching gaan we dat niet hanteren. We gaan eigenlijk die leerling zelf op weg zetten om te gaan kijken hoe kan ik mijn proces in handen nemen om dit aan te pakken. Door vragen te stellen als, welke eerste stap zou jij doen? Wat maakt dat je deze oefening niet kan oplossen? Wat heb je daarvoor nodig om het op te lossen? Maar later kom ik nog terug op die verschillende gesprekstechnieken, omdat we dan veel gerichter gaan kijken naar wat is het concrete doel of de goal die we helder kunnen krijgen bij die leerling. Voilà, hier zijn we. Feed up, feedback, feed forward. Daar hebben jullie wellicht al eens van gehoord, maar ik wil het er toch nog eventjes in verband met coaching over hebben. Feed-up is eigenlijk het belangrijkste stukje waar ik in de volgende slides ook nog wel het over wil hebben. Heel concreet, wat is mijn doel? Wat wil ik bereiken? Waar ga ik naartoe? Wat is precies mijn punt B? Heel concreet, maar vooral ook heel haalbaar. Als je dat hebt heel helder gekregen in geuren en in kleuren, ga je kijken, terugkijken, feedback letterlijk, gaan terugkijken. Van hoe heb ik gedaan, wat heb ik gedaan, wat heb ik tot hiertoe aangepakt, heb ik mijn doel bereikt. Voilà. Om dan te gaan kijken,
kan ik nog een volgende doel bereiken? Wat is mijn volgende stap? Wat is een verder doel? Of wat is een ultieme doel? Of welke tussendoelen kan ik nog stellen om elke keer terug die stap forward te zetten? Naar een volgende feed-up, een volgende doel. Dat is een methodiek die je kan gebruiken in coaching, waar dat de cirkel telkens rond is. Hè, waar dat je dat ook heel mooi kan visualiseren bij leerlingen. Dat was je doel, dat heb ik gehanteerd als strategie. En daar wil ik eigenlijk verder naartoe gaan. En dat kan je in een lineair proces, maar dat kan je ook in een circulair proces omzetten. Als coach is het dan heel belangrijk dat je de niet-wetende houding, hè, denk aan Socrates, hij liet de mensen bevallen van hun gedachten, doordat hij niet de oplossingen gaf, of niet dacht te weten waar het over handelde, maar door te vragen. Door vanuit die niet-wetende houding nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig naar wie dat jij bent en wat jij wil bereiken. Om het enthousiasme in die leerling echt aan te wakkeren. Enthousiasme is de basishouding van iedereen. Wij zijn dat een beetje als volwassenen afgeleerd, zou ik kunnen zeggen. Maar die leerlingen hebben nog heel veel enthousiasme. Om dat door coaching aan te wakkeren. Komt van het Grieks en betekent entheos. God is in mij. Klinkt een beetje raar, maar je kan je misschien wel daar iets bij voorstellen. Om dat enthousiasme terug aan te wakkeren. Dat wil niet zeggen dat de leerling op tafel moet gaan staan en moet uitwendig roepen hoe leuk hij het vindt om te leren, maar wel om die nieuwsgierigheid, die onderzoekshouding, om dat terug aan te wakkeren. Denk maar bijvoorbeeld aan als ik klein was. Ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik mijn eerste communiefeest mee mocht organiseren. Dat was samen met mijn zus, die dan een plechtige communie deed. En dat we echt zo konden gaan kijken van wie gaan we uitnodigen. We hadden wel restricties uiteraard. Wie gaan we uitnodigen? Wat gaan we eten? Wat gaan we spelen? Welke spelletjes gaan we installeren? Goh, ik vond dat die weg ernaartoe, oh, dat was echt, ik was er echt enthousiast over. Wat dat soms maakt, dat het feest aan zich een beetje een tegenvaller wordt van oh, zo enthousiast om het is maar een feest. Als coach is het ook belangrijk om te blijven geloven in uw leerling. En die positieve kijk om te geloven in die groei van die leerling. Hoe klein dat die ook is, maar die onvoorwaardelijke positieve kijk. Luisteren is daarbij zeer belangrijk. Dat is echt de kwaliteit van een soort aanwezigheid door te luisteren naar uw leerling. Waar staat hij? Waar wilt hij naartoe? Empathisch denken, authentiek zijn, ontspannen zijn. Klinkt een beetje banaal en toch is dat heel belangrijk, de manier waarop dat je erbij zit als coach, als buddy. Als je opgejaagd bent, dan voelt zo'n leerling dat. Die authenticiteit, kinderen die voelen dat nog veel sterker aan dan wij. Hoe ga je nu zo een concreet doel bepalen? Want dat is echt een heel krachtig instrument van coaching. Als je weet waar je naartoe gaat, ligt eigenlijk die oplossing meestal in de weg ernaartoe, is die al voorhanden. Een heel een mooie tool daarvoor is de schaalvraag, hè, waarin dat je aan leerlingen gaat vragen hoeveel geef je jezelf nu op 10? Dat kan voor executieve functies, dat kan voor leerstrategieën, dat kan voor iets heel specifiek ingezet worden, sociale vaardigheden enzovoort. Als je dan, als een leerling zich inschaalt op een 6 op 10, dat is mooi, dat is meer dan de helft, dan kan je meteen ook gaan doorvragen wat ging er al wel goed om daarop door te gaan? Om de krachten en de talenten van zo iemand ook nog eens in de verf te zetten. Want wat je aandacht geeft, dat weten jullie ook, dat groeit alleen maar. Hè. Iemand bekrachtigen, iemand in zijn kracht zetten om dan te kunnen verder groeien.
als die iemand 6 geeft, kan die zeggen wat er allemaal goed ging, om dan te gaan kijken naar, goh, waar wil ik uiteindelijk, hè, wat is die ultieme droom, dat is de 10, dat is de droomvraag. Je mag helemaal dromen hoe het voor jou enorm zou zijn als je daar zou geraken, hè, de droom. Maar misschien gaan we ook eens eerst kijken, wat is die eerste stap? Wat zou voor jou die 6,5 betekenen? Wat zou voor jou een 7 betekenen? Belangrijk dat het concreet en haalbaar blijft. Die droomvraag die mag er zijn om daar stilletjes naartoe te streven. Die feed-up kunnen in verschillende stappen gebeuren. Je kan daarbij gaan in een dubbele gelaagdheid vragen gaan stellen, de inhoudsvragen. Waar wil je naartoe gaan? Wat wil je bereiken? Wanneer zou je echt heel blij zijn? Wat zou je energie geven? Hoe zou je willen dat het loopt? En daarnaast ook, van, goh, stel dat je daar bent. Stel dat je dat gehaald hebt. Hoe zou dat nu voelen voor jou? Hoe zou dat zijn? Als je dat kan in die dubbele gelaagdheid kan uitvoeren als coaching, voel je direct de kracht van die blijheid, die blijdschap, van hoe het echt zou voelen. Wat die winst zou zijn, hoe opgelucht iemand zou zijn, moest hij dan toch dat concreet doel behalen. Ik heb een aantal vragen opgelijst, omdat die goal echt zo helder is, die feed-up, zo helder moet zijn dat dat echt krachtig kan zijn als instrument voor de coaching. Dat is de helft van uw coaching als uw doel bereikt is. Probeer als coach niet te veel in het probleem te blijven hangen. Soms is dat belangrijk om te weten waar dit in je toe wil, om een bepaalde context te begrijpen, maar laat dat heel snel los. Naar het probleem kijken vraagt om problemen. Kijk naar waar die naartoe wilt. Waar dat die blij mee zou zijn. Waar dat die opgelucht van zou zijn. Waar dat die tevreden zou over zijn. Wat die energie zou geven. Wat die missie is van iemand. Wat de goal is van iemand. Dat is krachtiger dan te gaan kijken. Dat is toekomstgericht. Dat is krachtiger dan te gaan kijken naar het verleden. Wat er niet goed liep. Je kan dat trouwens ook echt zien aan iemand. Hè. Als die naar de toekomst gaan kijken, is veel helderder dan naar het verleden waar het niet goed liep. Wat doe je best wel? In een soort van discretie, veiligheid, vertrouwen. Ik zeg dat ook meestal tegen mijn leerlingen, van wat er hier gezegd wordt, dat blijft onder ons. Vertrouwen kan je opbouwen. Maar kan je ook heel snel bekomen bij leerlingen. Door dat heel transparant te maken, dat wat er gezegd wordt ook daar blijft. Duidelijke, concrete, korte vragen. Hele lange vragen, daar moeten leerlingen al te lang over nadenken om een antwoord te formuleren. Dus kort en krachtig. Hè. Dat is een helder instrument voor de coaching. Waarom vragen zijn moeilijk voor leerlingen? Als je vraagt van waarom heb je nu iemand geslagen, of waarom heb je je huiswerk niet gemaakt, of waarom kan je die oefening niet? Ik zou dat ook heel moeilijk vinden om daarop te antwoorden. Dus dat is heel moeilijk. En daarbovenop hebben leerlingen dan de neiging om zichzelf te verdedigen. En dat is in coaching eigenlijk helemaal niet van doen. Het niet oordelende klinkt een beetje straf, maar het gaat vooral over het uw oordeel uitstellen. Als je al een oordeel hebt over iemand van, goh, dat gaat heel moeilijk zijn voor jou om daar te geraken, dan heb je niet die onvoorwaardelijke geloof in jouw coachie of jouw leerling. Dus probeer je oordeel uit te stellen. Probeer te geloven in iemand. De zinnen van, en ik weet dat we dat veel gebruiken in ons onderwijs, maar probeer die toch te vermijden. Goh, ik vind dat jij heel goed bezig bent.
In principe helpt dat niet tijdens coaching. Het is eigenlijk van geen belang wat jij vindt. Het is het resultaat. Het is eigenlijk je B-punt dat bereikt moet worden. Dus wat je beter kan zeggen is van, goh, ik heb gezien of ik merk of ik hoor dat jij nu dat en dat doet of gedaan hebt. En ik heb dan dat resultaat gezien, dat heel concreet benoemen. Voilà. Als je dat zo kunt blijven volhouden gedurende je traject, dan ben ik ervan overtuigd dat het dit helemaal gaat lukken. Dus los van de persoon, niet op de persoon coachen, maar wel op het gedrag of op de strategie die die hanteert. Zo, we zijn een beetje rond. Het is maar een intro, dus als je geïnteresseerd bent of nog vragen hebt of daar nog verheldering over wil, je kan mij steeds contacteren. Er is ook een gratis coachopleiding op app, dat heet de mentorenvorming, waar dat wij helemaal ingaan op coaching op de Grow, heel specifiek, maar op coaching ook in de verdiepingsopleiding. Dus ik zie jou graag op ofwel de coachopleiding of als je nog vragen hebt, zie ik jouw mailsgewijs wel tegemoet komen. Zo, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben en hopelijk tot gauw. Veel succes met jullie buddy-opdracht.